Ik ben begonnen bij de radio ook en ik kreeg een baantje bij 3FM. En dat vond hij eigenlijk maar niks. Want ik studeerde in Groningen aan de universiteit. En ik stopte met die studie, dat vond hij maar raar. En hij is hoogleraar aan de Universiteit van Groningen. En ik werkte dus bij 3FM. Ik dacht, hij weet niet eens wat het is. En toen op een gegeven moment leende ik zijn auto. Ik vind in het dashboardkastje vind ik een heel raar briefje. En dat was een briefje. Daarop had mijn vader allemaal plaatsnamen opgeschreven. En daarachter stonden allemaal nummers. Dus ik dacht, mijn vader heeft overal in het land een of andere chick zitten of zo. Die hij dan kan bellen. Ja, hallo, met de hoogleraar bouwrecht. Ik rijd nu door Osdorp. Doe je broek alvast maar uit. Oh nee, het is Osdorp. Doe je legging alvast maar uit. En ik dacht, nou, hij kent mij niet meer, maar ik ken hem ook al helemaal niet meer. En elke dag keek ik maar weer naar dat briefje en ik snapte er helemaal niks van. En de allerlaatste dag dat ik de auto terug moest brengen, dacht ik, ik kijk nog één keer goed. En ik heb een tijdje zitten staren. En op een gegeven moment zag ik wat mijn vader had gedaan. Mijn vader, die had allemaal plaatsnamen opgeschreven, met daarachter de frequentie waarop je 3FM kon ontvangen. Ach, dat is toch prachtig? Dat is mooi. Ja, dat is heel mooi. Ja, ik vind het echt prachtig. En de show is trouwens te streamen. Mijn show. Ja. ArjenLubach.nl. Maar dat is ook alweer zoiets. Je hebt het niet verkocht aan een zender of zo. Je doet het gewoon eigenlijk via je eigen site. Ja, daarom maak ik een beetje schaamteloos reclame. Nou, ja, omdat ik een kleine videoboer ben geworden. En wordt het al goed gestreamd? Ja, gaat heel goed. Maar ik ben nog niet uit de kosten. Dus ik dacht, zeg maar nog even.